Marijke, jij had een normaal leven daarvoor. Ja. En toen plots kom je uit narcose en dan merk je dat het leven niet meer hetzelfde zal zijn. Hoe reageer je daar dan op? Ja, eerst met heel veel ongeloof. Ongeloof is eigenlijk het juiste woord. Excuseer. Waarom? Ongeloof is eigenlijk het juiste woord wat Marijke hier hanteert. Pardon. Omdat dat was bij mij dus ook mijn eerste gewaarwording. En ik dacht, dat kan niet. Dat mag ik. Dat... Excuseer. Excuseer, dames en heren. Dus, je probeert dan terug je toekomst. Ik begrijp echt niet wat er hier nu aan het gebeuren is. Excuseer. Valère, sorry. Echt sorry. Excuseer, dames en heren. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld seksualiteit ook een groot probleem bijvoorbeeld wordt. Ja, mijn vriend heeft het gewoon gedaan gemaakt. En ik neem hem daar ook niet kwalijk. Mm-hmm. Plus het feit, als je met seks omgaat, is het niet alleen het fysieke dat telt, maar ook soms de lieve woordjes. Ja, ik vind dus dat dit echt niet kan, hoor. Ik bedoel, maar nee, maar moeten we nu nog antwoorden of niet? Want ja, dan zwijg ik liever. Excuseer. Voor de mensen thuis, mijn excuses hiervoor. We hadden een vraag uit het publiek aan... Ja, meneer, jij had een opmerking, Ik heb het zelf gedaan. Ik ben eigenlijk bij een vrij eenvoudige ingreep ook gekwetst geraakt aan de stemman. Maar... Ik vind dus dat dit niet kan horen wat dat gebeuren is. Ik vind het vrij ergerlijk, meneer. Er gedurende een half uur... Dit kan dus niet, kan voor mij uitgelacht te worden vlak in het gezicht aan plein publiek. Sorry. Ja, dames. Excuseer me, ik heb het ook gedaan.